Het is vrijdagmiddag, 3:15. Het is onderhand tijd om weer een Hana Café Nederland uitzending op te gaan nemen in onze studio. Ik ben het laatste kopje koffie aan het zetten, want we hebben vandaag 4 gasten aan tafel en eentje online. En ik neem gelijk mijn koffie mee naar de studio. We gaan dit seizoen beginnen met TypeScript in UI 5. En aan tafel hebben we Ted van Expertum, hebben Moat van Expertum aan tafel, Jan Pennekoff, stamgast en ikzelf. Maar online hebben we Wouter Lemaire. En Wouter heeft een blog geschreven over TypeScript in UI 5. Hij heeft zelfs een videoreeks gemaakt op YouTube die eigenlijk gewoon een open SAP training is. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat je ermee kan en waarom Wouter TypeScript is gaan gebruiken. We gaan gewoon het hemd van zijn lijf vragen. Kom mee naar binnen. Welkom bij Hana Café Nederland. Hana Café Nederland is een podcast met nieuws vanuit de SAP-wereld. In het café spreken de gasten en stamgasten over ontwikkelingen, innovaties, events of praten ze gewoon weer eventjes bij. Laten we snel naar binnen gaan. Zo, mannen, koffie? Hana Café Nederland is een podcast met eindelijk. Koffie. Oeh, het duurde lang. Het kan maar beter een goede koffie zijn. Wouter, koffie? Virtueel. Succes. Ja. Hana Café Nederland, welkom iedereen die aan het meekijken is of mensen die later nog terugkijken. Maar vooral natuurlijk ook welkom Wouter, Ted en Moat, stamgast Jan. Welkom. Dank, jij ook. Ik zat even te tellen, dit is ons 7e seizoen Jan, eerste aflevering. Is toch leuk, Hana Café, 7e seizoen. Dat is eigenlijk wel een feestje waard, heilig nummer. Ja, maar jij gaat straks feest vieren toch? Nou, ik kan me nog herinneren dat ik jou heb proberen te verleiden om in een carnavalskostuum hier naartoe te komen. Ja. Ter gelegenheid van. Dat heb je inderdaad. Een goed idee. Ja. Niet ter gelegenheid van de zevende seizoen, de eerste episode. Nee, ter gelegenheid van een ander feestje. Ja, dat begint natuurlijk vanavond los te barsten in de zuidelijke provincies. Ik had geen sjaal voor jullie. En dan moest ik aan de motor uitleggen wat carnaval was. Hey, maar we gaan het hebben over TypeScript. En daar kwam op een gegeven moment een blog voorbij van Wouter. Die had daar zelfs een heel YouTube kanaal voor gemaakt met allerlei tutorial video's. Ik vind het open SAP waardig, Wouter. Dus ik denk dat je binnenkort gevraagd wordt om een open SAP training te gaan maken over TypeScript met UI 5. Daar gaat deze hele aflevering over. De heren Ted en Moat hebben aangezet omdat zij daar ook ervaring mee hebben. Dus ik ben ook heel benieuwd wat is het nou eigenlijk, wat kun je ermee en wat kom je in de praktijk tegen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Het is heel populair. Is het ook heel populair? Ja, we zagen mensen wachten in de YouTube-lobby's toen we nog niet eens begonnen waren. Ja, dat zijn we eigenlijk niet zo gewend. Nee, dat klopt, ja. Wouter is een ster, dus dat... Ja, precies. Ja. Ster, mentor... Ja, ja en schroom ook niet om reclame te maken voor de... Want volgens mij sta je binnenkort weer geprogrammeerd bij de VNSG. Om daar ook over TypeScript te praten, Wouter. Maar het bijzondere, daar gaan we het ook nog over hebben. Tenminste, daar zou ik het graag over willen hebben. Hoe jouw TechEd-ervaring was. Want zelfs daar werd je gevraagd om het te hebben over TypeScript. Dus dat is we hebben eigenlijk gewoon een superster in ons midden, in ons café. Weliswaar virtueel, maar ik ben wel blij dat je groot aangeschoven bent aan onze tafel. Ik was aan het twijfelen om af te komen, maar timing-gewise was het niet zo simpel om langs te komen. Nee, dat is natuurlijk de nieuwe werkelijkheid, dat mensen allemaal gewend zijn om virtueel te werken. En als ze dan weer naar een klant willen gaan, dan moeten ze in één keer weer reistijd incalculeren. Dat is iedereen vergeten in de afgelopen 2 jaar. Ja. Maar laten we beginnen. Trouwens, de mensen die online meekijken, als je een vraag hebt die je live wilt stellen aan Wouter of aan Ted of aan Moat of aan Jan... Of aan mij. Of aan Tom. Zou ik achterwege laten, denk ik. Ik weet wanneer de volgende aflevering komt. Maar mocht je een vraag hebben, stel die via de chat. Dan kunnen we die meenemen hier aan tafel. En dan zullen we hem proberen te beantwoorden. Maar allereerst, Wouter. Wat is TypeScript met UI 5? Wil je het lange antwoord of het korte antwoord? Nou, we hebben 3 kwartier, dus... Okay. Ik zal proberen to the point te zijn. TypeScript is eigenlijk een laag bovenop JavaScript. Het vervolledigt eigenlijk JavaScript en het maakt JavaScript volwaardig. Ik weet ooit, ben ik naar een SAP Insight Trek in Nederland geweest, waar dat Jan ook bij was, en een presentatie gaf over eigenlijk de slechte kant van JavaScript, dat er allemaal kan foutlopen. En dat is precies waar dat TypeScript... bijkomt, wat dat TypeScript gaat oplossen. Al die dingen dat je toen hebt gezegd, Jan, in JavaScript, met TypeScript gaat het veel moeilijker zijn om zo'n fouten nog te maken. Hè. Zo die rare optelsommetjes, dat dan een raar resultaat geeft. Met TypeScript
zou dat minder moeten voorkomen. Het zou ook voor moeten zorgen, het gaat eigenlijk aan alles wat je hebt in TypeScript, in JavaScript, een type geven. Vandaag in JavaScript is alles zonder typen. Dus je kunt bijvoorbeeld in een variabele string steken, hello world, en achteraf kun je daar een cijfer 7 in steken. En JavaScript laat allemaal toe. Dat is ook het leuke aan JavaScript. Daar kun je supercoole dingen mee, super generieke code schrijven, zonder veel moeite te doen en zonder veel problemen te hebben met types. Nu, TypeScript maakt daar een laag bovenop. Dat maakt het moeilijker voor die generieke dingen, maar het maakt het ook veiliger, maakt de code stabieler, maakt de code beter onderhoudbaar, maakt het ook duidelijker. En de syntax checks in uw IDE gaan ook veel beter zijn. Van zodra dat je iets fout hebt, gaat uw IDE al direct zeggen van hey, je doet hier iets fout. Wat vandaag niet altijd het geval is, waarvoor dat je eigenlijk al je browser moet gaan opendoen, in debugging gaan en dan zien van oei, hier is iets fout, en dan proberen in de browser wat is de juiste syntax. Nu is het omgekeerd. Nu gaan we echt direct weten wanneer dat we een fout typen. En ook wanneer dat we verkeerde types gebruiken. Er zijn veel betere syntax checks, veel betere autocompletion, veel betere developer experience. Maar niet alleen daarvoor natuurlijk. Dat is niet waarom dat we het doen. We willen aan het eind van de rit kwalitatieve apps opleveren, zonder met zo weinig mogelijk fouten in. En dat is ook waar dat TypeScript helpt. Is het niet iets voor oude mensen? Ik zal het verduidelijken. Het komt meer dichter bij Java, het komt meer dichter bij echte programmeertalen en ook bijvoorbeeld ABAP. Het komt dichter bij ABAP. ABAP werkt ook met types. Een aantal elementen weliswaar. Nu hebben we dat ook in JavaScript. Hebben we types voor alles. Nou, laat ik me verduidelijken. Toen ik dat was 2-3 jaar geleden op die Inside Track. Toen... ik kwam vanuit een Java-wereld. En daar heeft elke variabele heeft gewoon een type. Of een struct, ja. Of een array. Of, het is altijd te herleiden naar een type. En toen moest ik op een gegeven moment gaan werken met UI5. En dat was gewoon plain JavaScript. En toen dacht ik van, nou, dat is leuk. Dan kun je, bij wijze van spreken, kun je een lege string plus een nul niet geïnitieerd object plus 1 kun je doen. Dus een string plus 0 plus, wat leeg is, zeg maar, plus 1. Alleen het punt is, dat als je dat doet, dan ontstaat er voor mij iets, een antwoord. En er komt namelijk een antwoord uit, waar ik met mijn type redenatie, en dat kan zijn doordat ik een dinosaurus ben, met mijn type redenatie gewoon niet meer uitkom. Daar snap ik niks van. Ik snap niet hoe die dan toch nog een antwoord weet. Weet je, string plus een object plus 1. Vandaar dat ik zoiets had van ja, en als ik naar de talen kijk waarin we zaten, dan was dat inderdaad ABAP met mooi getypecast en je had Java die was mooi getyped en je had al die talen, die hadden types. En nu gaan we naar dingen als Go, dingen als JavaScript en dan zijn opeens de types weg. Dus ik dacht van dat is iets funky nieuws waar ik gewoon met mijn dinosaurusbrein niet omheen kan. Daar gaan we nu terug naartoe. Ik denk dat je nu de beste om inderdaad te vermijden wat jij net zegt. Oh, dus het is niet iets wat leeftijdsgerelateerd is? Nee, toch niet. Of ik ben zelf oud aan het worden. Dat kan ook. Nee, dat kan niet. Hey, dat is een feit. Je bent heel lang de jongste SAP-mentor geweest, toch? Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar... Ik denk niet dat het nog steeds zo is. Ik weet het eigenlijk niet goed. Nee, je bent wel heel actief als SAP-mentor nog, gelukkig. Dat is heel mooi. Maar ik ben wel blij te horen dat ABAP weer terugkomt dan in deze. Nee, Ted niet? Nee, dat denk ik niet. ABAP is dat? Ja, nog steeds. Ja. Misschien moet dat wel een keer een aflevering. Voor een aflevering. ABAP is not dead. Om in te haken op wat jij zegt. Ik vind dat je met TypeScript de best of both worlds hebt. Eigenlijk, je hebt de flexibiliteit die JavaScript je biedt. Maar tegelijkertijd kan je het ook wat strakker en stabieler maken. Waardoor je beter houdbare code krijgt op de lange termijn. En daarnaast ben je ook in staat om gewoon flexibel te werken als je dat wil door de datatype any te gebruiken, wat eigenlijk refereert naar. Dat wordt wel afgeraden. Dat zou ik ook persoonlijk niet doen in TypeScript, maar het is wel mogelijk. Mijn ervaring is dat ik eigenlijk niet terug wil naar JavaScript. TypeScript is wat mij betreft vele malen beter. Ik merk ook dat vooral heel veel enterprises, heel veel bedrijven over de wereld heen, als zij business applicaties maken, maken ze die per definitie tegenwoordig in TypeScript. JavaScript zelf wordt heel zelden nog gebruikt. Wat grotere codebases zijn, er komt meer mee kijken, je moet ingewikkelde dingen doen. En dat gaat met TypeScript gewoon vele malen makkelijker en beter.
Maar nu heb je het over TypeScript aan zich, niet over TypeScript met UI5. Nee, en, maar datgene wat ik zeg zijn facetten die ook op, UI5 gaan tellen. De foutjes die hij daarnet aangeeft, hè, de typische string en number die je met elkaar combineert, dat is heel simpel af te vangen door middel van TypeScript in combinatie met UI5. Ook UI5 wordt daardoor robuuster, stabieler, beter en ja, daardoor ook meer performant. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben ook blij wat je zegt van... Ik wil niet meer teruggaan. Dat is ook hetzelfde wat ik heb. Eén keer dat je begint met TypeScript, als je dan terug moet gaan naar code in JavaScript, ja, het is moeilijker om terug te gaan dan naar TypeScript te gaan. Het is een kleine aanpassing van JavaScript naar TypeScript, maar teruggaan is zoveel harder. En er zijn nog veel meer projecten zonder TypeScript in UI5, waardoor het echt wel moeilijker is om die stap terug te maken. En we moeten die stap nog regelmatig terugmaken. Als we een oude applicatie moeten onderhouden, een aanpassing doen, dan moeten we nog teruggaan. En dat is veel lastiger dan naar TypeScript gaan. Eén keer dat je gewoon zet, die TypeScript, die developer experience, die autocompletion, die syntax checks, dan snap je niet, als je teruggaat naar JavaScript, dat het er niet is. Ja. En dan maakt het zo moeilijk. TypeScript is niet per se beter, maar ja, aan het eind van de rit, het resultaat zou er beter door moeten zijn. De stap terug is echt wel moeilijker dan de stap naar TypeScript. Oké, maar nou ging het over TypeScript in UI5. Wouter, als ik dat zou willen gaan doen, wat moet ik dan meenemen? Ja, met vooral gaat het dus over TypeScript. TypeScript in UI5. TypeScript bestaat eigenlijk al vele jaren. Het is proven technology. Ik denk dat het niet begonnen is bij Microsoft, maar Microsoft heeft het overgenomen en we kunnen het in veel technologieën gebruiken, maar de frameworks, de libraries, moeten TypeScript supporteren. En er zijn frameworks dat gebouwd zijn in TypeScript en out of the box supporteren die ook om gebruikt te worden in TypeScript. Bijvoorbeeld het Cloud Application Programming Model heeft een flavor in TypeScript en ja, wordt dan gebuild naar JavaScript, dus kunnen het in de twee versies gebruiken. Nu voor UI5, dat bestond al in JavaScript. Om heel die library, heel het framework om te zetten naar TypeScript, ja, dat kan, maar dat zou een project van ja, maanden, jaren, langer zelfs zijn. En dat zou ervoor zorgen dat ze in heel de focus, het UI15, daarop moet focussen. Dat is bijna onbegonnen werk. Een andere manier is om een soort van laag erbovenop te zetten, dat ze eigenlijk type definition files maken. En die type definition files, dat zorgt ervoor dat de JavaScript kan gebruikt worden als TypeScript. Dat is eigenlijk elke functie gaan met JSDoc gaan omschrijven en zeggen van, en niet met JSDoc, maar op basis van de JSDoc genereren ze dan die type definition files. En die type definition files die gaan voor elke property, voor elke functie, de types en alles gaan omschrijven, zodat het compatibel is met TypeScript. Om daar even op verder te gaan. Het UI5-team is dan niet vanaf scratch begonnen. Ze hebben dat gedaan op basis van hun JSDoc. Afgelopen UI5-versies hebben ze hun JSDoc zodanig aangepast en verbeterd. En soms was die niet altijd volledig en ze hebben die volledig gemaakt, zodat die TypeScript generator die type definition files kan genereren, zodat wij die goed kunnen gebruiken voor TypeScript. En dat is dan ook wat TypeScript voor UI5 betekent. Wij kunnen vanaf nu een UI5-project maken, een volledig TypeScript, en het framework laat dat toe. Het mooie daarvan is dat als je dan een UI5-bestand opent, hè, een controller of iets dergelijks, ten opzichte van een oude JavaScript-bestand, de een is vele malen meer georganiseerd en leesbaarder in tot vergelijking tot JavaScript. TypeScript is direct, heeft een hele makkelijke opzet. Het is een class en er zitten methodes in. Waar je met JavaScript te maken hebt met de oude definitie van SAP UI define, et cetera. Dat komt allemaal te vervallen. Het is moderner, het is netter opgezet en het is makkelijker te herkennen en ook makkelijker te refactoren als je dat wil. En dat is de profijt wat de combinatie geeft. En dan, zoals al zei, de autocomplete, die is ook super mooi, want ik weet nog heel vroeger dat je dan in WebIDE, als je dan bijvoorbeeld wou weten wat er mogelijk is qua properties in bijvoorbeeld een button, een knop, dan moest je een bepaalde toetsencombinatie doen, dan kreeg je ze allemaal te zien, dan koos je degene die je wou, en dan kon je dan invullen. Tegenwoordig is dat heel makkelijk, je doet button punt, en je krijgt je hele lijstje wat past
binnen de button. En dat is wat TypeScript met UI5 doet voor je. Je weet gelijk waar je aan toe bent. Het helpt je als developer. Je gaat niet per ongeluk een property toepassen die niet mogelijk is op een button. Het gaat allemaal vanzelf. En als je het fout doet, dan zegt TypeScript gelijk van nee, dat kan niet. Ja, dus je editor mag je die kan ook beter met TypeScript omgaan. Precies, ja. Je kan beter jouw libraries introspecten om te kijken wat zit er allemaal in. Precies. Wat voor functies en methodes zitten er allemaal in. Zodat een goede developer experience eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, dat was ook eigenlijk meteen een van de volgende vragen. Van, we hebben natuurlijk UI5. En daar kun je mooie Fiori apps mee maken. En daar hebben we de Web ID en de Business Application Studio voor. Nou, die hebben dan ook graag dat je in JavaScript programmeert. Maar wat nu als je in TypeScript gaat programmeren? Kun je dan diezelfde toolset nog gebruiken of moet je iets anders gaan gebruiken? Sterker nog, Business Application Studio is er perfect op gericht. Business Application Studio is namelijk deels gebouwd in TypeScript. Dus dat zorgt ervoor dat het eigenlijk native van zichzelf al support daarvoor heeft en TypeScript gelijk begrijpt. Dus past dat perfect aan op UI5 met TypeScript. Dus dat is alleen maar een verbetering. Voor WebID is dat wat lastiger, want natuurlijk een andere, wat oudere opzet. Maar Business Application Studio is volledig gericht op de toekomst met onder andere TypeScript. Dus wat je nodig hebt is nog steeds Business Application Studio, WebID, Business Application Studio. Ja, precies. Daar komt het wel neer. Nee. Komt het neer. Je hebt de UI5 library heb je nodig. En dan waarschijnlijk die wrapper. Die wrapper die tussenlaag, zeg maar, die UI5 eigenlijk inpakt en het als TypeScript eruit laat zien. Ja, en wat ik dan heel goed gedaan vind van SAP is, ze hebben met Yo is een generator, die maakt templates aan. In het begin was dat nog wat sumier, maar vandaag de dag, als je dan een template genereert, dan kan je een TypeScript template genereren. En dan krijg je eigenlijk een vrij standaard TypeScript applicatie, waar wel alles al in voorzien is voor jou. Dus je kan eigenlijk die template inladen en gelijk van start gaan. Dus als je een TypeScript project wil maken, dan hoef je dat niet eens zelf in elkaar te gaan zetten. Klopt. Dat is allemaal al ingebouwd. Out of the box, je genereert een standaard template en dan krijg je een standaard Hello World applicatie feitelijk. En ja, dat haal je, de Hello World haal je eruit en je gaat van start met je eigen code. En dat is allemaal heel erg netjes ingericht. Daar was ik ook verbaasd om hoe goed dat al wel niet opgezet was. Ik wist niet dat ze al zo ver waren, maar ze zijn echt al verder dan ik dacht. Dus wat dat betreft, chapeau. Dus het is nu gewoon eigenlijk een keuze van wat ga je doen? Op het moment dat je de wizard voor je hebt, van wordt het een JavaScript applicatie of wordt het een TypeScript applicatie? Eigenlijk is het ook een keuze, toch? Ja. Goed zo, Ted. Ik denk, ik kom eventjes in. Ja. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar... Ja, precies. Ja, ben je nog zo vast in? Er is trouwens een tweede generator. Er is een generator met flexible column layout en integratie met OData service. Ik weet niet of dat je hem al gezien hebt. Ik had hem zelf nog niet gezien, maar die geeft je dus al templates waar al bepaalde opzetten, zoals eigenlijk de oude UI5 Web ID al genereerde voor jou, dat je een standaard master detail kreeg of iets dergelijks. Ja, net zoals de TypeScript generator dat je al had vermeld, is er nu een bijgekomen waar ik samen met Pieter Mussig aan gewerkt heb. En eigenlijk iedereen kan in de Geomant generator voor Easy UI5 kan iedereen zelf een TypeScript generator bouwen. Dat is vrij simpel. Ik kan zelf een repository, een GitHub repo, sharen, waarin Pieter en ik een voorbeeld hebben klaargemaakt en daarop verder inpikken. Omdat hij inderdaad zoals je zei, het was enkel een Hello World applicatie tot nu toe. Maar ja, dat is vaak te weinig en vaak werken wij met applicaties met flexible column layout en een OData service. Vandaar dat ik de vraag had gesteld naar Pieter en Andreas, van we willen eigenlijk iets, een uitgebreider generator. We zijn nu gewoon van die generators in WebID, in Bas. Voor TypeScript zullen we die ook. En vandaar zijn we op het idee gekomen om zelf een Geomant in te bouwen. Ja, dat is wel interessant, want als je daar inderdaad, links kunnen we natuurlijk mooi delen aan de podcast of aan de video, waar mensen nog even verder meer informatie kunnen krijgen. Misschien wel interessant om even uit te leggen wie Peter is. Voor mensen die dat niet weten. Peter Mussig had je het over. Peter Mussig is en Andreas Kunst en maken deel uit van het UI5-team. En zijn er van in het begin al bij. Ik denk dat zij in het begin ook het framework gestart zijn en het gebouwd hebben tot wat het vandaag is. Ze hebben ook samen de lijnen getrokken voor TypeScript op te zetten en hoe dat ze tot die types en die hele TypeScript opgebeuren tot stand hebben gebracht. Zij zijn eigenlijk de architecten van het UI5-team.
als ik het goed begrijp, en ook de lead developers. Maar ze zijn ook heel open naar de community en ze bieden. Hij shared heel veel. Als er iets nieuw uitkomt van UI 5 tooling of over TypeScript, hij shared erover. Hij probeert ook de dingen op te pikken waarvan hij ziet dat er vraag naar is, zoals die generators. Hij had ook inderdaad mijn sessie op tegen het gezien en vandaar ook gevraagd van wat zijn er dingen dat we merken. En hij is altijd heel erg open voor feedback en input en hoe kunnen we dit verbeteren. Ja. Ook naast TypeScript, hè. Nou, dat is mooi. Een hele actieve community. Ook toen we ooit nog op bezoek mochten in Waldorf, zo hadden we de UI 5 kon, waar 500 man of zo op een zaterdag meer wilden leren over UI 5. Dat waren mooie events. Hopelijk komen die binnenkort weer. En dan toch nog even terug. Hè, want ben je nou afhankelijk van een bepaalde release bij een klant? Of kan ik nou wel naar elke klant toe gaan en werken met TypeScript in UI 5? Dat is een goede vraag. In theorie ben je afhankelijk van een versie. In de praktijk zou je het al kunnen gebruiken bij eender welke versie. De types worden pas zoals ik daarnet zei, de types worden gegenereerd op de JSDoc. De JSDoc hebben ze verbeterd om die types te kunnen genereren. En die zijn pas echt volwaardig types. Die types zijn pas volwaardig vanaf een versie 1.90 of zo, denk ik. Ik ben niet 100% zeker. Maar je zou de types van bijvoorbeeld versie 1.90 kunnen gebruiken op versie 1.84. Dan moet je er gewoon op letten en gewoon van bewust zijn dat er mogelijk verschillen kunnen zijn. En zo zijn er bijvoorbeeld verschillen bij routing. Als je routing wilt doen van één scherm naar een ander scherm, dan zijn daar parameters verschoven of bijgekomen. En daar merk ik... Ja. Ik wel. Er is de derde parameter is verschoven naar... Niet helemaal wat dan helder. Errors geeft als je het op de andere plek wilt zetten, maar wat wel nog nodig is voor uw versie. Dus daar moet je dan wel voor opletten. Ja. Dat is natuurlijk ook een verbeteringsproces wat over de tijd in meer voort moet gaan. Want je ziet gewoon, die typings moeten allemaal omgezet worden. En dat duurt, denk ik, jaren. Maar ze worden er steeds beter in, komt steeds meer bij. Dus naarmate je een versie omhoog gaat, zal die TypeScript support beter zijn. En dus er gewoon voor zorgen dat jij beter gebruik kan maken van TypeScript. In het begin zal je meer zelf moeten doen. Maar uiteindelijk hoef je daar steeds minder in te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je kan het nu al gebruiken, ook met wat lagere versies. Het wordt je alleen makkelijker gemaakt als je eenmaal een hogere versie gaat gebruiken. Maar je hoeft dus niet per se eerst langs de IT-verantwoordelijke bij de klant om te zeggen van nou, ik wil toch wel heel graag TypeScript gaan gebruiken binnen UI 5. Je moet wel uitkijken dat je niet helemaal teruggaat. Als we het over de 1.36 en dergelijke hebben, dan ja. Precies. Maar als we eenmaal vanaf 1.50 en verder gaan kijken, dan zit je over het algemeen redelijk. Maar dat vind ik wel heel mooi, want dan kun je dus echt als developer een keuze maken van welke tooling gebruik ik om zo mooi mogelijk applicaties op te leveren. Ja. Dus kun je natuurlijk altijd nog zeggen van, stik erin. Ik ontwikkel hem dan wel op het Business Technology platform, want ik gebruik gewoon de laatste versie. Precies. Ja, dat is vooral het makkelijkste. Als het in de cloud zit, dan pak je altijd de laatste versie en dan werkt het altijd prima inderdaad. Ja. Dat is. Ik vind het wel heel mooi trouwens, het verhaal van Wouter is daar weer een testament van. Van hoe hoe belangrijk het is dat dit soort technologie gewoon in de open source omgeving, in een open source omgeving ontwikkeld wordt. En ook zo'n Yeoman bijvoorbeeld, dat het ook, al die tools die rondom UI 5 heen zitten, dat het allemaal open source tools zijn geworden, waarbij je dus inderdaad zelf ook nog niet dit doen, hè? Waarbij je zelf ook je templates kan toevoegen en mooie nieuwe dingen kan bouwen, voorstellen kan maken, zelf misschien ook wel met typing aan de gang gaan, dingen die jij misschien storend vindt om meteen even op te lossen en het meteen ook terug te voeren naar de community toe. Dus dat vind ik wel een hele gave. Ja, we hebben het over SAP UI 5. Maar werkt het ook met Open UI 5? Want jij hebt het over open source. Kan ik ook TypeScript met Open UI 5 doen? Ook, ja. Kwestie van schakelen tussen types en dan kan dat inderdaad, ja. Ja. Dan twee flavors voor TypeScript. De Open UI 5 en de UI 5. Dus ook in de generator kan je kiezen of dat je Open UI 5 wil gebruiken of SAP UI 5. Maar nog eens even een vraagje. Even terugpakkend op het verhaal van net, want we hadden het natuurlijk over, je hebt aan de ene kant je applicatie, die mouw je in TypeScript. Dan heb je de UI5 library en die is niet gebouwd in TypeScript, maar er zit een laagje tussen. Performance. Hoe zit het daarmee? Duurt het lang?
Nee, het compilen gaat redelijk snel. Want wat je feitelijk doet, tijdens het developen schrijf je, je programmeert in TypeScript. Dat wordt onder water gecompileerd naar JavaScript. Want dat is datgene wat echt geserveerd wordt en gezien wordt in een website. Dat gaat redelijk snel. En als je die op de achtergrond aan hebt, je kan hem op een zogenaamde watch mode zetten. Waardoor die elke keer compileert voor je en reload als er iets aangepast wordt. En als je iets aanpast wat kapot gaat, dan geeft hij gelijk een melding daarvan. Pas je het weer aan totdat het goed is, dan reload het eigenlijk nagenoeg direct. Het enige wat langer duurt is als je echt helemaal opnieuw alles wil compileren. Dus je gooit eigenlijk alles wat al gecompileerd is weg en je wilt opnieuw compileren. Ja, dan moet je een minuutje wachten ongeveer. Ja. Maar over het algemeen doe je dat niet vaak. Meestal is het kleine toevoegingen wat je doet en dan gaat dat heel snel. Maar zeg je nu ook eigenlijk dat die... Zeg je nu ook eigenlijk dat die tussenlaag, dat die eigenlijk helemaal geen onderdeel wordt van je applicatie? Nee, wat geserveerd dit is puur JavaScript. Ja. Dat heeft helemaal geen last van TypeScript. Dus qua performance heeft het geen impact op datgene wat de gebruiker ziet of doet. Dus de productie, want je had het net over developer performance, maar de productiekant, wat ben jij volgens mij aan het proberen te halen? Nou ja, goed, je TypeScript wordt gewoon omgezet naar JavaScript en dat is wat je uiteindelijk laat, zeg maar. Ja. Dus jouw gebruikers, die gebruiken gewoon JavaScript. Ja. Okay. Het is echt een developer dingetje. Ja. Okay. Dat klinkt goed. Wouter, heb je een concreet voorbeeld van een applicatie die je zo gemaakt hebt, dat je zegt van nou, dit heb ik nou echt beter kunnen maken met TypeScript dan dat ik dat voorheen kon doen met JavaScript of UI5? Over de vergelijking maken is moeilijk. Ik weet niet hoe dat zou gegaan zijn zonder. Maar eigenlijk sinds UI5, team heeft het aangekondigd ongeveer deze periode vorig jaar, misschien nog iets later. En dan hebben we dat. Heb ik dat direct proberen toe te passen op waar dat ik kon. Want zodra de projecten al toen gestart zijn, hebben we gewoon TypeScript gebruikt. Het eerste was al lastig, want dan waren de types nog niet beschikbaar op NPM. Dus kon je ze downloaden van een GitHub repository van SAP. Nu zijn ze dan, een paar maanden later met UI5 waren ze beschikbaar via NPM, dan was het iets makkelijker. Maar eigenlijk sindsdien altijd naar TypeScript gegaan en soms moet ik nog terug switchen naar andere apps en dan merk ik toch dat het niet zo leuk is en niet zo handig om terug in JavaScript te doen. Dus ik denk, sommige stukken zijn wel lastiger geweest. Dat ik probeer altijd zo generiek mogelijk mijn code te schrijven. En daar is het soms wel lastig. Als je heel generiek code wilt maken, heb ik soms wel gevloekt. En ook de code die ik heb, zoals bijvoorbeeld een wrapper voor mijn requesten naar mijn systemen te sturen, gebruik ik een wrapper om alles in promises te steken. Dat is iets heel generiek. En dat heb ik dan omgezet naar TypeScript, maar dan moet je ook TypeScript wel begrijpen om dat te kunnen doen. Daar werk ik met de generic types. En generic types, één keer dat je... Oei. Onze verbinding is niet heel... zo heel erg... Is niet zo van het goede type. Ja. Nee, maar ik heb er nog wel een vraag over. Hoor. Over hoe dat dan. Sorry, Wouter, het gaat soms niet helemaal lekker. Is het aan ons of is dat? Geen idee. Maar ik heb er nog wel een vraag over. Zit je op internet of corporate? Weet ik niet. Het is belangrijk dat je op internet zit. Cool. Op internet. ik denk dat ik op internet zit, want anders had ik Wouter niet gezien. Oké. Ik heb de vraag niet. Wat vinden klanten hiervan? Want jullie werken bij Expertum, jullie doen dit voor klanten. Wouter is ZZP'er, althans. Ik weet niet of ze dat in België ook zo noemen, maar... In ieder geval zelfstandig ontwikkelaar. Zelfstandig, inderdaad. Ja. Freelancer. Dan ga je naar een klant toe en zeg je van... Nee, ik ga die applicatie niet in JavaScript maken, BML. Ik ga hem in TypeScript maken. En dan zegt die klant van... Nee. Ja, maar TypeScript hebben wij nog nooit van gehoord. Dan moet je eerst onze architecten gaan overtuigen. Komen jullie dat soort situaties tegen of is dat, wordt het gewoon meteen geadopteerd? Nou, bij wijze dat de klant vraagt zich helemaal niet af of het JavaScript of TypeScript is. Die wil een oplossing. Dus. Oké, en die kijkt niet naar hoe ga ik het later onderhouden of zo. Nee. Maar verantwoord je het wel? Of benoem je het? Of zeg je, dit is echt een developer choice. Ja. Uiteindelijk is het toch JavaScript, dus hoezo? Het is een developer choice. Hoogstens als ze al developers intern hebben waarmee je moet samenwerken, dan moet je daar even over in gesprek en of zij daar ook zich comfortabel mee voelen. Maar menig developer heeft daar over het algemeen niet zo heel veel problemen mee, want het is uiteindelijk, je kan ook gewoon JavaScript schrijven in TypeScript. Je krijgt alleen wat meer dingen bij en je kan het heel gestaag, kan je steeds meer TypeScript-achtige functionaliteit gaan toevoegen en zo maak je het jezelf eigen eigenlijk. Tot dusver iedereen die het gebruikt,
die ik gesproken heb, ziet toch wel dat het meer waarde heeft. Het is een kwestie van, dat is mooi van TypeScript, je kan gewoon stukje bij beetje, kan je configuratievalkuit steeds strakker zetten, waardoor steeds meer dingen afgaan. En waar je op moet letten. Maar in eerste instantie kan je jezelf vrij laten. Ja. En dan is het heel makkelijk overgaan. Dus heb je daar ook een video van gemaakt, toch? Van die configuratiefile, Wouter? Klopt, ja. De opzet, alle files die erbij komen. Ik wou ook nog iets aan toevoegen. Ja, in België is het soms wel lastig. Moeten we inderdaad voorbij een architect? Of moeten we toch bepaalde mensen overtuigen van de meerwaarde ervan? En het is niet zomaar iets nieuw, iets leuk, we gaan dat proberen. We moeten toch wel kunnen argumenteren waarom dat we dat doen. En bij een aantal klanten is dat gelukt. Op sommige plaatsen lieten ze de beslissing aan mezelf over. Maar ik heb ook wel plaatsen waar dat het niet toegelaten werd, omdat het tijdsdruk, het was nog nieuw en het kwam niet goed uit. Dus ja, het is toch niet altijd evident om zomaar even TypeScript te proberen. Ja, het is natuurlijk ook net iets van cultuurverschil tussen België en Nederland. Dat jullie dat niet zo ervaren en dat je in feite zelf die beslissing kan nemen. En dan in België misschien niet. Nou, misschien ligt het ook aan het type klant waar je zit. Oh, dat geloof ik. Nou, dan kan ik gelijk een moeilijke vraag aan jou stellen. We hebben recent een receptie-app ontwikkeld voor een bepaald bedrijf in 'Sertogenbosch. Ja, klopt. Ja. Heb je TypeScript gebruikt? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Dat is omdat de collega die daaraan gewerkt heeft, die was nog heel druk bezig om UI5 onder de knie te krijgen. Ja. En ik wil dat niet meteen belasten met die extra moeilijkheid erbij nog. Ja. Nee. En ik denk wel dat het ook nog steeds belangrijk is dat je begrijpt wat het uiteindelijk wordt, zeg maar. Dus ja, ik vind het geen slecht pad. Nee, het was niet zwart te maken. Ja. Maar wat zijn use cases die jij tegenkomt? Of moet ik het zo niet zien? Is het gewoon, het is een developer choice en het gaat niet over dit soort applicaties maak ik met TypeScript en dit soort applicaties maak ik niet met TypeScript? Nee. Dat is heel generiek, maar ik ben wel benieuwd naar de adoptie. Nee, ik vind wel dat aan de backend kant, zeg maar, en aan de Node.js kant gebruiken we het al langer en aan de UI5 kant wat later pas. Ja. Dus, en ik vind het ook wel, het enige nadeel vind ik wel van TypeScript, als je al een UI5 applicatie hebt, zeg maar, om daar TypeScript van te maken, dat moet je eigenlijk echt niet willen. Zeg maar. Dan haal je zoveel ellende op je nek. Sorry, als wat? Als je zeg maar vanaf scratch begint, dan is TypeScript helemaal top. Maar als je een UI5 applicatie in JavaScript hebt en je wil die naar TypeScript omzetten, dan word je niet vrolijk. Nee. Dat zou ik ook persoonlijk niet aanraden. Maar van de andere kant, ik heb het wel een keer geprobeerd natuurlijk, omdat je wil weten wat het verschil is, want je wil weten hoe dat gaat. Je komt wel meteen je eigen fouten weer tegen. Je begint gewoon dingen om te zetten. Oh, hier heb ik al een foutje gemaakt en daar heb ik een klein foutje gemaakt. Maar en dat werkt in JavaScript. Dat is als je een bestaand project hebt. Als je een bestaand. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is altijd natuurlijk. Zoals jij in ABAP op een gegeven moment. Al die procedures ook allemaal nieuw waren. En als je dan je oude programma moest gaan aanpassen, dan kwam je wel heel veel tegen. Ja, precies. Goed, en in JavaScript mag je, hè, wat jij ook zei, je mag alles. Ja. Weet je, niks. Het gaat of goed of niet. En vaak gaat het goed. Maar als je naar TypeScript gaat, dan zie je dus. Oh, hier heb ik al. Hier had het fout kunnen gaan, zeg maar. En dat is waarschijnlijk niet zo gegaan. Maar dat is. Het is heel confronterend. Want je denkt dat je als ontwikkelaar op een gegeven moment het wel afgedekt hebt. Totdat je het omzet naar je TypeScript. En dan zie je hoeveel gaten je nog hebt laten vallen. En dat is het stabiliserende effect van TypeScript. Omdat je gewoon niet simpelweg alles kan afvangen als persoon. Je kan niet vooraf alles bedenken. Dat is gewoon bijna onmogelijk. En daar helpt TypeScript je dan mee. En dat is gewoon iets wat dan ook in UI5 voorkomt. Heel veel in UI5 voorkomt. En dus ook afgevangen wordt. Ja. Maar nou heeft UI5 komt natuurlijk met heel veel templates ook. Als ik die nou zou willen gebruiken, kan ik dan dat toch nog steeds met TypeScript doen? Of kom ik dan in een situatie dat je heel veel gegenereerd krijgt en dat wil je dan niet meer omzetten naar TypeScript? Nou, er zijn wel templates, hoor ik. Dus, nee, dat is inderdaad waar Wouter net naar refereerde natuurlijk inderdaad. Er zijn nu een aantal templates. Je hebt de Hello World. Hij heeft dan zelf er eentje opgebouwd met Flexible Column Layout. En je hebt er nog een aantal anderen destijds in WebID. Die zijn er nu nog niet. Maar wat hij ook net aangaf, je bent nu in staat zelf een template te maken. En dat is heel fijn, want toen hij dat zei, ik wist niet dat...
dat dat nu al zo kon. Want het mooie daarvan is, ik denk dan gelijk bij mezelf, dan ga ik een template maken van iets wat vaak voorkomt. Dat bouw ik en dat deel ik met al mijn collega's. En dan hebben wij allemaal dezelfde template en kunnen we van start gaan. Ja, met de rest van de wereld. Precies, dat is geen enkel probleem. Het is gewoon een kwestie van toevoegen aan het en bekendmaken. En dat is het. Iedereen kan er gebruik van maken. En het zijn toch bepaalde use cases komen gewoon heel vaak voor. De master detail bijvoorbeeld is er zo'n eentje. Nee, maar dat is dus precies, hè, dus ik begreep inderdaad dat je eigen template kon maken, maar inderdaad als je dan de UI5 templates gebruikt die nog niet getypescript zijn, dan heb je wel even een aandachtspunt. Ja, precies. Dat zijn echt nog JavaScript en dan zou je eigenlijk alles moeten gaan omzetten. Dan kan je net zo goed van een scratch beginnen. Hoe zien jullie de adoptie van TypeScript in de enterprise wereld, in de SAP, in het SAP ecosysteem? Er was heel veel belangstelling en ik heb ook, dat is ook de reden dat de presentatie van Wouter, zeg maar, breed uitgemeten werd op het developerkanaal. Tijdens de TechEd. Mm-hmm. Maar hoe zien jullie de adoptie? Denken jullie dat dit de wereld gaat overnemen? Nou, het heeft in alle eerlijkheid de wereld al overgenomen bij andere grote bedrijven. En, ja, in het SAP-ecosysteem. Ja, precies. En dan nu, als ik dan kijk vanuit het bedrijf waar ik nu bij zit, daar hebben we een enquête gedaan waar we gepolst hebben wat de animo is voor TypeScript. En 80% van de developers gaf aan dat ze aan de slag willen met TypeScript en het in ieder geval willen uitproberen. Of verder nog, gewoon eigenlijk niet anders willen. 80%? Ja, dus dat was heel erg hoog. En dat was onder een, volgens mij, een 200-tal developers, zoiets. Dus dat is op zich iets wat iedereen nu aan het proberen is. En dat zie je ook, zowel vooral backend vooral, UI5 nog wat minder, want daar is het ook nieuwer en ben je ook afhankelijk natuurlijk van het framework UI5. Maar daar zie je nu ook al teams die daar aan begonnen zijn. En ik denk dat dat alleen maar meer gaat worden. Ja. Hoe zie je dat in België, Wouter? Adoptie? Ik hoop echt dat er meer en meer TypeScript gebruikt wordt. Hoe meer dat het gebruikt wordt, hoe minder dat we terug moeten gaan naar JavaScript. En ik denk dat het nog vrij nieuw is, maar ja, buiten SAP, zoals ik al zei, TypeScript bestaat al jaren. Opnieuw lopen we, SAP is meer een business context, dus we lopen altijd wel iets achter. Ook hier lopen we weer achter. Maar we zien nu wel een trend. TypeScript is er. Het wordt meer en meer gebruikt. We zien ook in het Cloud Application Program Model, wordt ook meer en meer in TypeScript gedaan. Het is een opkomende trend en ik hoop gewoon dat ontwikkelaars en iedereen wie dat UI5 doet, geen schrik heeft om TypeScript te proberen. En dat ze ook weten dat het er is en dat het kan. Misschien nog niet alles is er zoals het er vandaag is in JavaScript. Ik hoop gewoon dat iedereen toch die kans dat probeert. En dat we zoveel mogelijk in TypeScript hebben aan UI5. En dat we zo weinig mogelijk nog in JavaScript moeten programmeren voor UI5 apps te bouwen. Het is ook wel tekenend natuurlijk dat binnen SAP zelf natuurlijk zie je ook dat het is inderdaad CAP, maar je ziet ook het Cloud Platform SDK, UI5 zelf. Ook SAP zelf begint steeds meer intern TypeScript te gebruiken. En dus is de ondersteuning vanuit SAP zelf ook beter. Nou ja, dan is het voor ons als developers die daar gebruik van maken ook makkelijker om TypeScript te gaan gebruiken. Ja, het wordt ook in onze developer community binnen SAP wordt het ook omarmd. Ja. Ik even een persoonlijke observatie, maar Ik op zich wel kenmerkend. Misschien 5 jaar geleden ongeveer, toen liep iedereen weg met JavaScript. JavaScript was de heilige graal. Het was het antwoord voor alles. En nu zitten jullie zo ongelooflijk te katten op JavaScript en is het TypeScript helemaal. What's next? Dat is expres heel zwart-wit gesteld inderdaad. Dat doe je natuurlijk voor de discussie. Yep. Dat snap ik. Je hebt nog steeds de flexibiliteit van JavaScript. En ik vind JavaScript nog steeds is natuurlijk heel erg dynamisch. En dat helpt je enorm met het snel kunnen opzetten. En het werkt heel goed in de browser. Het werkt zowel in de backend als in de frontend. Ja, natuurlijk heeft het ook zijn nadelen. Dat heeft alles voor elke taal. TypeScript geeft je gewoon wat extra's wat je kan gebruiken, wat extra functionaliteiten om het stabieler te maken wanneer dat nodig is. Om het makkelijker en meer overzichtelijker te maken wanneer het nodig is. Het is geen moet, het is een mag en je kan het toepassen hoe je wil. Maar vanuit onze ervaring merken we gewoon dat het helpt. Het verbetert gewoon datgene wat je aanlevert en dat is uiteindelijk kwalitatief beter. En makkelijker. Sneller, developers zijn er blij mee, de experience is beter. Dus kwaliteit, wat dat betreft, hogere kwaliteit code. Eigenlijk. Klinkt alleen maar goed. Alleen maar goed, Jan. Ja, dus wat zijn de nadelen? Oh, nou, die hebben we ook. zijn er nadelen? Ik vind vooral persoonlijk, als het generiek wordt, dan we willen niet met type any werken en dan komen we bij generic types en dat is toch wel iets complexer. Dus het kan dan zijn voor moeilijkere stukken dat het iets lastiger is. Ja.
Het programmeren van logica zelf bedoel je dan? Ja. Ik denk dat we dat in Java was dat ook al vroeger, als je iets wilt omzetten van één type naar het andere type of je wilt iets converteren. Dat gaat niet zomaar. We werken hier met types. Je kunt niet zomaar een array van een bepaald type persoon omzetten naar een klasse skills bijvoorbeeld. Dat gaat niet zomaar. Je moet het omzetten en die types moeten dan omgezet worden. Ja, er zijn hier en daar als echt complexe code van JavaScript, zet je niet zomaar om naar TypeScript. En dat is waar dat het soms wel iets lastiger kan zijn. En ook, de leercurve is niet groot, maar ik vind persoonlijk dat er toch wel een bepaalde leercurve is. Als je het echt goed wilt gebruiken, ja, moeten we misschien niet al apps bouwen zoals we het in het verleden hebben gedaan. We moeten misschien apps op een iets andere manier bouwen om echt TypeScript tot zijn volle nut te komen. Als we met TypeAny werken, dan heeft TypeScript geen nut. Als we alles met generic types en dan in types kunnen gaan steken, dan gaat het echt tot zijn nut komen. En het komt nog meer tot zijn nut als we echt gaan werken met classes en ja, op instances van classes. We moeten proberen TypeScript tot zijn volle waarde te gebruiken in UI5. En dat is denk ik waar de moeilijkheid ligt. We kunnen wel makkelijk programmeren in TypeScript, maar om er echt alles uit te halen, dat is denk ik waar de moeilijkheid ligt. Ja, en dan specifiek voor een eerste wat bredere. Soms heb je natuurlijk dat je gewoon even iets snel wil uitproberen. En dat is, in JavaScript kan je gewoon losgaan. Dan hoef je nergens rekening mee te houden. Dat kan gewoon met TypeScript. Dan word je daarin lichtelijk belemmerd. En dan ben je toch geneigd alles op any te zetten. Want je wil even niet over de types nadenken. Naarmate je ook meer ervaren wordt in TypeScript, merk je wel weer dat dat geen probleem is. Want dan ga je bijna automatisch dan types zelf bouwen om alsnog te voldoen aan TypeScript en dan even snel iets op te zetten. Dus als je er handig in wordt, is dat geen punt. Maar in het begin is dat wel even lastig om even snel iets in elkaar te zetten, een soort pokje of iets dergelijks. Dan UI5. Met UI5, de types die zijn ze natuurlijk langzaam aan te omzetten. Nou, ze beginnen eerst op hoog niveau het broodnodige en dan gaan ze steeds dieper en dieper. De wat complexere situaties in TypeScript, die je enorm kunnen helpen, die zijn vaak afhankelijk van de diepgaandere typings. De generics en dergelijke. Conditional typings, et cetera. Als je dat wil gebruiken, dan is dat in UI5 nog wat lastig, want UI5 heeft alle types intern nog niet allemaal omgezet. Dus dan kan je niet de volle kracht van TypeScript gebruiken. Dus er zit nog een limiet op wat je kan doen met TypeScript binnen UI5, omdat gewoon UI5 er nog niet klaar voor is. Of je moet het zelf aanvullen, dat mag ook. Dus dat is de keerzijde, maar nogmaals, naarmate de tijd vordert, gaat dat steeds minder worden en lost dat eigenlijk zichzelf op vanuit SAP. Ja. Ja. Hebben we nog tijd voor een laatste nabrander? Ben je al bij de laatste nabrander? Ik heb er ook nog één. Maar doe jij maar eerst. Dan is het de ene laatste nabrander. Debugging. Oh. Nou, dan de volgende vraag. Nee. Nee, debugging. Oké, dus we hebben het over een taal. Die ga je programmeren in TypeScript. Daar ga je applicatie maken. Dan vindt er een compilatie plaats. Mm-hmm. En dan heb je JavaScript. Ja. En die JavaScript, dat is hetgeen wat in je browser draait. Nou ben ik gewend van heel vroeger, toen we JavaScript gebruikten om UI5 applicaties te maken, dat we dan de browser gebruikten als debugging tool. Ja. Dus we zetten daar breakpoints in, konden precies kijken wat er in de code gebeurde, zochten diezelfde code in de editor op, pasten hem aan en maakten hem beter en dat soort dingen. Maar nu zit er een vertaalslag tussen. Klopt. Dus je TypeScript komt niet meer overeen met wat er aan de andere kant ligt. Maakt dat het debuggen niet een enorme hel? Kunnen we ook stoppen, hè? Dan als cliffhanger voor de volgende aflevering. Nee, ga verder, sorry. Antwoord is nee. Er is een concept genaamd source maps, waarin feitelijk naast de gecompileerde JavaScript ook de daadwerkelijke TypeScript files in je console van bijvoorbeeld Chrome of Firefox of wat dan ook getoond worden. Waardoor je kan debuggen in TypeScript zelf. Wat zich terugvertaalt in uiteindelijk in JavaScript. Dus je kan gewoon in TypeScript debuggen in je browser en dan zie je gelijk wat je fout gedaan hebt. Herstel je fout in TypeScript, dat wordt gecompileerd naar JavaScript en de bug is opgelost. Dus de goede mensen van Google die hebben dit voorzien? Niet alleen Google, eigenlijk de hele wereld. Source Maps is alle browsers gemaakt die je gebruikt en dan kunnen hiermee overweg. Dus dat is geen punt. Fantastisch. Ja. Ja, Wouter, jij nog debugging tips? Debuggen wordt zelf beter, maakt makkelijker. En het leuke is dat als je een breakpoint zet in de JavaScript code, misschien gewoon dat je in de var zet, hè, want
je ziet in de debugger wel de source files in TypeScript, maar ook de JavaScript. Stel, je zet een breakpoint in JavaScript, gaat die automatisch switchen naar dezelfde plek in TypeScript en die file, die source file, open doen in je debugger. Wat het, je kunt TypeScript perfect debuggen zoals dat je het schrijft, wat het super handig maakt. Okay. Ja, ik heb er veel van geleerd, maar jij had ook nog een naam veranderd. Ja, ja, nog een vraag. Hè. Ik bedoel, Wouter heeft op het programma gestaan voor de SAP TechEd. Dat is toch wel, vind ik toch wel mooi. Hoe is dat zo gekomen? Even nadenken. Ik denk, via de community. We konden zelf sessies indienen. Waarvan dat ik TypeScript, omdat ik er zoveel mee bezig was en het ook wat promoten, had ingediend. En dan heb ik een positief antwoord gekregen dat ik mocht aan bod komen tijdens de op Channel One. Ja, ja, cool. Je hebt er niemand voor hoeven omkopen of wat dan ook. Belgische biertjes laten afleveren. Dat kan hij hier niet vertellen. Oh, het was dat soort omkopen. Ja, nee, dat was super gaaf dat je op Channel One zat, Wouter. Heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja, dat next is dan de open SAP training volgens mij. Pressure. Mag hij hier nog niet vertellen waarschijnlijk. Ja. Nee, super. Ik vond het erg interessant. Ik vond het leuk, Wouter, dat je jouw ervaring als zelfstandig programmeur in België aanbiedt aan diverse klanten en consultiepartijen. En dat je het TypeScript gebeuren promoot. Dankjewel heren van Expertum, Ted, Moad, dat jullie je ervaringen wilden delen in het Hanecafé. Eerste van seizoen 7, Jan. Gaan we nog vele volgen. Ik denk dat het is misschien ook wel leuk om Andreas en Peter een keer uit te nodigen dan in ons café. Als, misschien ergens. Ja, dan spelen we hem nog eens terug, Wouter. En dus kijken we eens even wat Andreas en Peter ervan vinden. dat je dan de vraag stelt, what's next? Precies. Dat zou je kunnen. Ja, dus dit is interessant, denk ik, als developer weer een keuze erbij om een betere kwaliteit sneller op te leveren door TypeScript in te zetten, zonder dat je heel veel gebonden wordt aan de situatie die je bij een klant hebt. Dat was voorheen natuurlijk wel eens, er waren er nieuwe features, maar dan moest je eerst wachten tot de next major release van de SAP bij een klant. Dat hoor ik nu niet, behalve als je een hele oude release hebt, dan moet je toch wel even opletten. Ja. Ja, dat klinkt heel goed. Ik denk dat het goed is om Wouter Lemaire te volgen op alle social media's, YouTube's, het kanaal zoeken van Wouter Lemaire, waarin hij zijn TypeScript training geeft, die al OpenStack waardig is, wat ik al zei, met praktische voorbeelden erbij, hoe je ermee om kunt gaan. Het is ook goed natuurlijk om deze heren te volgen. Ja, die en ook zijn andere blogs trouwens. Hoor. Er zijn nog steeds blogs die hoog bij mij op de verlanglijstje staan, om eens even te lezen en ook mee te spelen. Een van de leukere blogs die Wouter heeft geschreven, die ik ook zelf op mijn lijstje heb staan, dat gaat over het herkennen van je katten, geloof ik. toen je met OpenCV bezig was. Wouter is echt een tovenaar, vind ik. Die heeft het zelfs voor elkaar gekregen om zijn kopje koffie via Zoom leeg te maken. Dat is knap. Ja. Hij heeft genoeg blogs. Dus inderdaad heel leuk om zijn blogs te volgen. Ja, absoluut. En volgens mij, Wouter, heb je nog een evenement in Nederland wat we aan kunnen kondigen, toch? Klopt. Binnenkort, in maart, 17 maart, denk ik. Ik moet nog eens dubbel checken. Ga ik ook een sessie geven over TypeScript in de VSNG-groep, usergroep. Ja, NSG. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Goed dat je dat zegt. Ik zal in de comments zal ik ook alle links opnemen naar het mooie materiaal wat je al samengesteld hebt. Dankjewel voor virtueel aan te schuiven in ons café. Kun je er mooi bij zijn. Ja, super cool. Ik hoop dat misschien dat we het toch een keer kunnen verleiden om een keer live aanwezig te zijn. Dat zou ook leuk zijn. In combinatie met een insight track, dan is er. Ja, we zijn voornemens, maar we moeten natuurlijk even kijken hoe de ontwikkelingen gaan. Maar we zijn wel voornemens om CitNL dit jaar dan uit een totaal ander seizoen, namelijk in, ik ben inderdaad een kwijt Jan, weet jij, in juni gingen we? Ja, in de zomer, want dat was veiliger. Ja. Alleen moeten we dan even zorgen dat we nog wel onder de 1250 deelnemers blijven. Want anders moeten we mondkapjes dragen. Anders moeten we buiten zitten. Ja. Ja, dus we zijn voornemens CitNL af te stoffen, samen ook zeker met Wim Snoep en andere vrienden. Daar gaan we binnenkort hopelijk meer over aankondigen. Dus het zou leuk zijn om je dan ook weer hier in Nederland te zien, Wouter. Super. Ja. Kijk er naar uit. Ja.
Oké. Okay. Nou, dankjewel Wouter. Dankjewel Ted. Yes. Om hier aan te schrijven in het café. Dankjewel Moat. Ja, nee, geen pijn, hè? Nee, absoluut niet. Viel mee, hè? Nee, viel mee. Ik heb geen lastige vragen gehoord. Dus, Nee, heel goed. Liet duidelijk zien dat je er goede ervaring mee hebt. En volgens mij zijn we allemaal enthousiast hier aan tafel zeker. Over TypeScript. Dus het is zeker aanbevelingswaardig voor de developers die meekijken om naar TypeScript te gaan zoeken. En dan TypeScript binnen UI5 natuurlijk, want we hebben het hier wel over SAP-projecten. Dankjewel ook Jan, stamgast. Ja, jij ook bedankt. Ik zal snel ophouden, want jij wil natuurlijk enorm Den Bosch in. Denk ik, met je sjaal. Geen commentaar. Oké, prima. Dankjewel allemaal voor het kijken ook. Voor live mee te kijken, maar ook voor de mensen die in de replay of in de kijk of in de replay luisteren. Een volgende keer, over 2 weken, weer Hanecafé. Weer op vrijdagmiddag om 3:15. Dankjewel en een fijn weekend. Fijn weekend. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Hanecafé Nederland. Heb je feedback voor ons? Laat het dan zeker weten. Wil je ook een keer aanschuiven in het café? Stuur ons een berichtje en geef gelijk aan waar je het over wilt hebben. Tot de volgende keer!